Goedenavond, welkom. Woensdagavond 5 september, een nieuwe Dommeland Live na een toch al lang zomerseizoen. Maar wij zijn er weer. Nog even vanuit de oude studio in Liemde, maar achter de schermen een hele grote groep is bezig om onze nieuwe studio in Stapelen helemaal in orde te maken. Maar vanavond vanuit Liemde met een heel leuk, mooi, afwisselend programma, al zeg ik het zelf. Straks aan tafel Jean-Louis Fournier, de nieuwe beheerder van PS10 in Liemde. Ambitieuze plannen, niet alledaags beroep. Hij is ook nog zanger, muzikant. Wat heeft hij straks te vertellen over zijn plannen? Ik wil daar alles van weten. Prinshof in Bokstel is vorige week officieel geopend. Wij hebben de beelden en we spreken met Inge Huisman van woonstichting Sint-Josef over de bijzondere woonvormen die terug te vinden zijn in het mooie Prinsenhof. En dan ja, Lonneke van der Meijden uit Bokstel, zo zeg ik het nu even. Sculptuur op je muur. Ze maakt ontzettende mooie 3D-sculpturen. Wij waren erbij toen ze aan het werk was. Ook daar wil ik straks alles over weten. Maar we beginnen met mijn eerste gasten van vanavond. Want de ondernemersvereniging Liemde, later een delegatie, gaan we het zo over hebben. Spil in Liemde. Ja, die heeft het nog maar mooi geflikt, las ik laatst in de krant. Mijn gasten aan tafel, Michel Michielsen van ondernemersvereniging Liemde, welkom. En Desiree van Laarhoven, ondernemersvereniging Liemde, Spil van het Laarhof, Streekhuis. Bijna niet op te noemen wat je doet, maar vanavond hier mijn gasten in verband met de prachtige subsidie die je van het Spil hebt. En een goede bestuurslid is altijd bereikbaar. Dat zien we hier maar meteen aan tafel. En ik had er nog zo afgezet. Ja, kan gebeuren. Dat geeft helemaal niets. Laten we bij het begin beginnen, want niet iedereen in onze gemeente is compleet op de hoogte hoe het nu precies zit. Heel simpel gezegd, het begon met de ondernemersvereniging Liemde. Wat wij weten, zeer succesvol, nog steeds groeiende. En daaruit is een nieuwe poot ontstaan, of een nieuwe tak ontstaan. Spil, met 2 P's en 2 L'en. Vertel eens. Ja, helemaal juist, Jolijn. Inderdaad, uit de ondernemersvereniging 3 jaar geleden zijn we gestart met Liemde toch weer wat op de kaart te zetten. Eerste uitvloeisel waren de acties, zeg maar, naar Liemde toe gericht. Ja. Al onbekend, het licht en Liemde gemunt. En ook Liemde ook uit de kerstmarkt. Mm-hmm. Van daaruit zijn we verder gegaan met allerlei plannen om met kleine economische pulsjes Liemde ook extern op de kaart te krijgen. En dan met name... Waar moet ik dan aan denken? Nou, met name de sector toerisme en recreatie. Dus de horeca, de mensen die bed en breakfast hebben, de camping, noem maar op. Daar denken wij dat er enige winst te behalen is, zeg maar, in economische zin. Mm-hmm. En we hebben een directe relatie gelegd tussen, zeg maar, economisch gewin in het dorp en de samenleving. En daarom gaan we voor. We hebben allerlei plannen daarvoor ontwikkeld. Die plannen liepen zo uit de hand dat wij als bestuurders van de ondernemersvereniging daar tijd voor tekort kwamen. Mm-hmm. En ook om financiële redenen hebben we uit de OVL, zeg maar, Spil opgericht. Mm-hmm. En dat staat voluit voor Stichting Promotieprojecten in Leefbaar Liemde. En die begeleidt nu al die projecten, en dat zijn er op dit moment zo'n 15-tal. Mm-hmm. Die pulsjes moeten geven aan die lokale economie. Ja, en daar met name, als ik zo vrij mag zijn, ga ik even naar Desiree. Mm-hmm. Want jouw naam stond in de media, dus ik heb jou natuurlijk ook gebeld. Spil noem ik het, hè? Want mm-hmm. Spreken jullie trouwens wel, niemand spreekt dat ook zo uit. Nee, onzin, hè? Ja, het stimuleren van... Het doel is eigenlijk, zeg maar, het centrum van het Groene Woud, het hart, hè? Dat is dan Liemde in jullie beleving. Vertel jij eens die doelstelling die daarachter zit nogmaals. Je gaf al het een en ander aan. Maar... Ja, Michel die zegt al, hè, fase 1 en fase 2. Nou, fase 1 is heel nadrukkelijk om verborgenheid in Liemde te versterken via op Liemde gemunt en Liemde in het licht. Ja. En fase 2, en daarmee willen we Liemde op de kaart zetten als Liemde, gastvrij hart van het Groene Woud. Die was het, ja. Dus dat is de slogan die we gebruiken en onder die slogan hebben we ook verschillende acties gehangen en op dit moment zijn er 15 projecten. Nou, een van de projecten die we gedaan hebben, misschien ook wel bekend, is eind vorig jaar de verschillende paneeltjes bij monumenten in het dorp. Dat willen we nog aan elkaar gaan koppelen via een monumentenroute. Mm-hmm. Dus dat mensen ook makkelijk alle panden kunnen gaan bezichtigen. We hebben arrangementen opgezet, op een arrangementenbureau.
opgezet. Wordt nu ook bemand. Dus mensen kunnen ook telefoon en mail. En een berichtje sturen. Onder welke naam is dat bureau? Speelreservering. En via de website vvvliemde.nl vind je al die arrangementen. Nou, kun je zo boeken. Mm-hmm. We hebben ook Kathuizen producten ontwikkeld. Kathuizen bier, het wijn, de wijn, de thee. Ja. Al die dingen bij elkaar proberen we toch wat meer mensen naar Liemde te halen. En uiteindelijk ook te proberen meer euro's in Liemde achter te laten. Ja, dat is het doel, hè? Dat is uiteindelijk het doel, ja. Ik las ook in een van jullie, of in een van jullie doelen, met name ook de horeca en het winkelbestand op peil te brengen, te houden. Ja, nu las ik toch van de week dat de Korenschuur failliet is. Hoe zie ik dat dan? Wat doet een speel dan? Of wat is dan jullie streven? Ja, in de directe vorm van de exploitatie kunnen we natuurlijk niet zo heel veel doen. Waar het om gaat is dat wij dit soort dingen een paar jaar geleden eigenlijk al aan zijn gekomen. Het is bekend dat een kleine kern als Liemde het moeilijk heeft ten opzichte van de grotere omliggende kernen. Toch denken wij dat je door samenhorigheid en samen te spannen een formule weg kunt zetten waardoor de totale ondernemersbestand in de kern er beter van kan worden. En dat geldt met name ook voor de horeca. Maar ook voor de winkels die we hebben is hetzelfde verhaal. Maar zo'n faillissement, Korenschuur staat dadelijk leeg. Dan neem ik aan dat het bij jullie kriebelt van, kunnen wij iets doen of kunnen wij meedenken met de ondernemersvereniging? Hoe gaan we dat, als jullie dat al lang niet aan het doen zijn? In directe zin. Je hebt een enorm pand en een horecagelegenheid die leeg is. Maken jullie je daar natuurlijk hard voor, lijkt me, een ondernemersvereniging? In directe zin niet, want dat ligt aan vooral de pandeigenaar. Maar daar waar wij in de visie uit kunnen dragen en zeggen, zullen we zeker stimuleren om het weer zo snel mogelijk bezet te krijgen. Dus contacten gebruiken we daar zeker in. Maar het is natuurlijk vooral een zaak tussen pandeigenaar, verhuurder en een nieuwe exploitant om die te vinden. Wat wij vooral beogen is het dorp zo aantrekkelijk maken dat het voor nieuwe ondernemers ook een uitdaging is om snel in zo'n pand te trekken. Precies. Hè? Dan hebben we dus het speel lang aan gewerkt, hè, achter de schermen. Meer dan een jaar had ik begrepen. Ja, het is natuurlijk prachtig dat jullie de subsidies binnen hebben weten te halen. Want het is een enorme uitdaging. Jij hebt natuurlijk met Van Laar het Hof, maar jouw vroege banen, volgens mij enorm veel kennis van zaken ook. Ook financieel gezien, hè. Ben jij volgens mij erg onderlegd. Dus daar mogen we hier in Liemde heel blij mee zijn. Ik kreeg het niet helemaal perfect terug te vinden. Er waren wat mensen waar wij mee overlegden van hoe zit dat nou. Daarom zijn we naar wethouder Peter van der Wiel gegaan. Om even op een rijtje te krijgen. Mensen denken of lezen vaak iets in de krant. Oh, subsidie, dit en dat. Voordat je het weet, denken ze dat jij ermee aan de haal gaat. Nou, lijkt me dat zeker niet is. We hebben, als het goed is, even een overzicht hoe de subsidie is opgebouwd. En jij, Desiree, kun je meteen kijken of meneer Van der Wiel het goed heeft gedaan. Ik zie voor het. Ja, we moeten het eigenlijk zo zien, Desiree. Leg jij het anders misschien maar uit. Voor het dorpsontwikkelingsplan Liemde is er 2 ton, waarvan 150.000 van de gemeente, 50 van de dorpsraad. En nou, uit die 2 ton hebben wij begrepen, als jij het kunt zien, dan zet een lamp voor. Ja, ik kan het zien. Komen er 15.000 euro te goed aan het speel voor dit jaar, voor komend jaar. Klopt dat? Ja, je maakt denk ik wel een grote sprong naar het project Gastvrij Centrum, hè? Ja. Het is inderdaad zo dat wij een samenwerking met de gemeente afgesloten hebben. Dus tussen speel en de gemeente. Mm-hmm. Dat is een innovatieve samenwerking. Daarvoor starten we een projectbureau Liemde. En onder dat projectbureau komen alle projecten te hangen die in het uitvoeringsprogramma zitten. Mm-hmm. Het project Gastvrij Centrum Liemde. En dat is bedoeld om het centrum van Liemde een opknapbeurt te geven, zou ik maar zeggen. Aantrekkelijker te maken. Dus ook weer met het doel om meer mensen hier naartoe te trekken. Dat is één van de belangrijkste projecten binnen dat projectbureau. Okay. Maar niet het enige. Ja. Nou, we hebben met de gemeente afgesproken dat we een pilot hebben voor 2 jaar. Mm-hmm. En we krijgen 2 jaar lang een bedrag van 20.000 euro. Dus in totaal 40.000 euro. Oké, voor 4 jaar? Voor 2 jaar. Oh, voor 2 jaar, sorry. Ja, voor 2 jaar. En dat is, wordt opgebracht door de posten die je net liet zien. Ja. Dus gedeeltelijk vanuit het IDOP. Dus geld wat vanuit de gemeente gereserveerd is voor het plan vanuit Liemde om Liemde op te knappen. Dus het IDOP, een gedeelte uit de gelden van Velder en een gedeelte uit van de gemeente zelf. Ja, en ook nog van de sponsorgelden van Liemd Gemunt las ik. Tenminste, dat hebben wij van Peter van der Wiel begrepen.
Nou, dat is volgens mij niet helemaal. Kijk, dan moeten jullie even terug in de vergadering, want dat is de info die hij dus gegeven heeft. Ja. Oké. Okay. Goed, nou, dat mag dan nader onderzocht worden, neem ik aan. Ja, is slechts gedaan. Ja, natuurlijk. Een van die pijlers waar je nu mee start, Desiree en Michel, is ook wat jullie gezegd hebben, gasvrij centrum Liemde. Wat is het eerste wat we daarvan mogen gaan verwachten binnenkort? Want we hebben 2 jaar, hè? 2 jaar pilot. Wat zijn de plannen die wij al mogen weten? Nou, er zijn eigenlijk nog geen plannen. Er zijn geen plannen? Laten we daar duidelijk over zijn. Wat is het mooie van de stap die we met de gemeente gemaakt hebben? Innovatieve samenwerking, daar hebben we tegen de gemeente gezegd. Laat ons nou als dorp eens een plan ontwikkelen. Normaal gesproken dan komen de plannen uit het gemeentehuis, hè, en worden ze aan een gemeenschap gepresenteerd. Wij beogen het andersom te draaien. We hebben die structuur nu uitgezet. Daar heb je de projectenbureau voor nodig. Dus die gelden die deze regio juist schetste, die zijn om de zaak aan te gaan sturen. Ja. Maar een plan ligt er eigenlijk nog niet. Behouden ze het feit dat we zeggen, er moet iets gebeuren met het centrum. Ja. En dat is ook het enigste wat we hebben. Mm-hmm. De structuur die we nou hebben is dat we de bewoners gaan mobiliseren. Allerlei groeperingen gaan mobiliseren. Wij dus ook. Ja. Alle groeperingen gaan mobiliseren die iets in het centrum, en dan praten we wellicht in een eerste fase over het gebied vuurput kiosk. Want daar willen we de zaak aantrekkelijker gaan maken. Maar hoe? Dat laten we nou aan die bewoners over en aan die omwonenden en gebruikers over. Wat we gaan doen is de zaak mobiliseren, mensen bij elkaar halen, op huiskamergesprekken, op andere bijeenkomsten en heel duidelijk inventariseren. Wat wil nou iedereen? Welke ideeën heeft die gemeenschap? Ja. Dat gaan we kanaliseren, daar gaan we een goed verhaal van maken en dat stemmen we ook goed op alle partijen af. Daar is dan het projectbureau voor. Daar is het projectbureau voor. Het geld is er al? Ja, het geld voor de uitvoering is er. En het geld voor het projectbureau aansturen is er. Dus de komende tijd gaan wij gefaseerd iedereen aan het woord laten die daar een woordje over wil zeggen. Ja. En dat is eigenlijk toch wel een misverstand. Mm-hmm. Want soms ontstaan plannen al voordat je het zelf ergen hebt. Ja. Nee, we staan aan de basis. Okay. En we beginnen deze herfst met bewoners, ondernemers in het gebied, maar ook de gebruikers van het gebied bij elkaar te halen en te zeggen, hoe zouden jullie dat gebied nou willen zien? Nou, okay. En dat is de eerste fase, denk ik, waar we dan mee gaan starten. Ja, mooi. Nu, deze reden zijn, ik noemde net al streekhuizen, Van Larenthof, nu projectbureau. Ik denk dan even heel simpel, hoe krijg jij het allemaal gehandeld? Dus even los van de activiteiten met alle uren die overal in gaan zitten. Hele drukke baan, lijkt mij, om op alle fronten actief te zijn. Een drukke baan, ergens tussen 40 en 50 uur werk ik. Maar ik werk veel samen met andere mensen. Dus ook het projectbureau zal ook niet alleen door mij bemensd worden. Er zal ook onder andere mensen met name administratieve ondersteuning bij komen. En dat geldt eigenlijk voor veel werkzaamheden. En het is met name de kunst om de schakel, de spil, eigenlijk in het geheel te zijn. En de lijntjes aan elkaar te knopen. Ja, dat is ook jouw kracht, hè? Ja, dat is mijn kracht. En dat zal dadelijk ook te bedoelen zijn in dit verhaal. Dus. Is dat ook allemaal dan makkelijk omdat die locatie er al is gesitueerd op bijvoorbeeld bij het streekhuis waar dat nu zit? Ik roep maar even wat. Of? Nou, kijk, als we straks aan de slag gaan, dan zullen we bijvoorbeeld een soort huiskamergesprekken gaan organiseren. En die kunnen in een huiskamer zijn of in een horecagelegenheid. Dan maken we gewoon gebruik van de ruimtes die er zijn. Ja, oké. Maar ik bedoel, zo'n projectbureau, je gaat neem ik aan geen nieuwe locatie huren, want dan ben je subsidie al kwijt. Nee. In fysieke zin moet je daar niet te veel over bij voorstellen. Meer op papier. We houden het allemaal liefst bij de basis. Ja, eenvoudig. Geen gulden of geen euro verkeerd uitgeven. En vooral de uurtjes besteden aan het aan elkaar koppelen van al die mensen. Nou hebben we het over geen gulden extra of euro, hè? Is het uitgeven dan nodig. Jij neemt ook deel aan een toeristisch platform in Boksel, las ik. Dit is heel erg op Liemd gericht. Wat is het verschil Boksel-Liemde? Want jullie krijgen het hier, naar mijn mening, als ik lees, uitstekend voor elkaar. En terwijl in Boksel, toeristisch platform, moet eigenlijk nog van de grond komen. Wat is jouw visie hierop op dit moment? Ja, de visie die we hierop hebben is dat wij onderbeleefd Boksel willen wij Liemde als een apart, uniek dorp voor neerzetten. Wel in samenwerking met beleefd Boksel, dus ook in samenwerking met het toeristisch platform.
maar wel als een aparte identiteit. Dus wij handhaven ook Liem de Gast van Hart van het Goede Woud als slogan. Misschien komt Lennart Heuvelduik ook wel met een slogan. Ja, want die valt ook onder Boksel, vroeg ik me af. Hè? Dus uiteindelijk valt onder die koepel, bleef Boksel, dadelijk een aantal identiteiten die zich profileren. Maar wij zullen wel op termijn ook het logo van bleef Boksel bijvoorbeeld gaan gebruiken. En op dit moment zijn we goed in gesprek met Boksel om te kijken van... Nou, hoe kunnen we dat nou over en weer naar elkaar versterken? Ja, want anders, we zijn al net naartoe aan het werken dat het allemaal samen uit één pot, heel simpel gezegd, goed gestructureerd kan gaan worden. En als we ons dan weer gaan afsplitsen, zou dat dan gevolgen kunnen? Misschien hebben jullie het geld in Liemde wel op voor Boksel, of zie ik dat dan verkeerd? Dat zie je. Simpel gedacht. Dat zie je wellicht hoe groot die pot is. Ja, dat is mijn eerste. Het is een vaak terugkomende discussie. Wij willen als Liemde niet van Boksel af, maar wij willen als Liemde wel onze sterke punten beter etaleren. Okay. En zoals je zegt, samen, dat betekent dus nog niet dat het één en hetzelfde hoeft te zijn. Nee. En ik denk dat we die lijn met het gemeentebestuur nu heel goed op de rit hebben. Mm-hmm. En dat het heel wel mogelijk is om als kleine kern je anders te profileren als Boksel. Daar liggen ook verschillen in. Je moet van ieder het goede en het sterke pakken. Wat sterke van Liemd? Samenhorigheid. Het feit dat het een gezellig Brabants dorp is. Ja. Het feit dat er ontzettend veel mooie plekjes zijn. Ja. En als je die sterke punten aan elkaar kunt koppelen en daar ook nog zeg maar mensen van buitenaf mee kunt trekken, dan kom je bij dat economisch pulsje wat je zo hard nodig hebt als dorp. En dan heb je je doel bereikt. Deze mooie woorden wil ik afsluiten. Okay. Heel veel succes met al jullie werkzaamheden. Dank voor jullie tijd. En als bewoner van Liemde ben ik heel benieuwd en wil ik graag me steeds bijdragen als dat kan. Heel erg bedankt. Wij gaan door naar het volgende, want we hebben nog drie andere gasten. En een van die gasten heb ik zojuist al even genoemd. Prachtige Franse naam, Jean-Louis Fournier. Ik vind het heerlijk om het uit te spreken. Innemende Fransoos, om het zomaar eens te zeggen. Hij is ook muzikant. Nou, dat laten we u even zien. En zometeen komen mijn volgende gasten hier aan tafel.
Ja, en u zag zojuist een stuk van de videoclip van Jean-Louis en Friends. The Flight was het, hè? The Flight was het nummer, ja. Zelf gemaakt, hè? Ja. Zelf gearrangeerd? Zelf geschreven, zelf gearrangeerd. Ja. Geweldig. Dank je wel. Daarover straks meer, maar daar zitten nog twee dames aan tafel. Altijd leuk, want ja, we hadden het er straks nog over, hè? Dat de Fransmannen worden altijd beticht van charmeur. Ik kan het niet laten, ik moet het even zeggen. Absoluut niet waar. Nee, niet waar. Oké, nou, we zullen het zo zien. Aan tafel naast Jean-Louis Fournier, beheerder van Pius Team, vers van de pers, zit Inge Huisman van woonstichting Sint-Josef. Welkom, Inge. Dank je. Het is de tweede keer, hè, dat je hier bent. Zometeen wil ik het heel graag met jou hebben over de opening van Prinsenhof. Ik ga eerst even jouw buurvrouw voorstellen. De mooie Lonneke van de meiden uit Boksel, noem ik je even. Volgens mij woon je in Venlo, klopt dat? Nee, niet meer. Nee. Niet meer. Oude info op de... Ja. Oké. Okay. Lonneke van de meiden uit Boksel. Zij is hier aan tafel omdat ik haar een jaar geleden ontmoet heb en iets prachtigs op de muur zat, daarover straks meer. Kennen jullie elkaar trouwens? Inmiddels wel. Inmiddels wel. Altijd fijn met de visagie. Dan ga je een beetje kletsen, daarover ook straks meer. Inge, wij waren bij de opening afgelopen week, donderdag, hè, was het donderdagmiddag, van de derde fase, zeg ik het goed, van Prinsenland in Boksel-Oost, namelijk Prinsenhof, werd geopend. Laten we even kijken naar de beelden daarvan. Mijn naam is Gerard van der Ven van Hurks Vastgoedontwikkeling. En ik wil u allemaal heel hartelijk welkom heten hier bij de oplevering en bij de ingebruikname eigenlijk van dit deel van Prinsenland. In de eerste plaats natuurlijk hartelijk welkom aan de mensen die hier zo dadelijk een appartement gaan betrekken. Die een appartement huren of een appartement hebben gekocht. In de tweede plaats, en daar zijn er ook heel veel van aanwezig, de mensen die hier eigenlijk meegewerkt hebben aan de realisatie van dit gebouw. Especially, I want to say welcome to Mr. Natalini. Welcome, Mr. Natalini. So I will congratulate you with the fantastic building that you made here. Thank you. Zo zat ik toevallig onlangs zelf in het vliegtuig en toen moest ik landen op Eindhoven. En toen kwam ik boven Boksel gevlogen en toen zag ik de vorm van dit gebouw. En ja, dit gebouw, ik kan u verzekeren, het is niet alleen vanaf ooghoogte fantastisch om te zien, maar het is ook een fantastisch gezicht als je boven in het vliegtuig zit. Het is een heel goed oriëntatiepunt van bovenuit. Als ik hier sta en als ik hier naartoe wandel, heb ik het gevoel van, wij komen hier uit op het moment op het mooiste pleintje van Boksel. En, als je binnentrein staat en je kijkt om je heen, dan zie je toch nog heel veel groen, je ziet toch nog heel veel wijsheid. Dit is eigenlijk ons grootste gebouw wat we ooit in ons bezit krijgen, opgeleverd krijgen. 100 verhuureenheden zitten in dit gebouw met een grote parkeergarage. Het is ook een bijzonder gebouw, omdat het een combinatie heeft van huur, in verschillende klasses, koop en we huisvesten aan de linkerzijde, aan de onderkant, huisvesten we mensen van Cello, een begeleid wonenproject waar we ook bijzonder trots op zijn. Ja, we staan op dit ogenblik staan we in de woonkamer van het gebouw van Cello, althans de plek waar 14 cliënten van Cello gaan wonen. Dit is dan de woonkamer en de keuken eraan vast. Cello heeft hier 14 appartementen waar met name oudere cliënten komen te wonen. Het leuke daarbij is dat die cliënten dus niet hier voor de eerste keer in Boksel komen, maar daar al een langere tijd wonen op allerlei plekken. Bijvoorbeeld de Van Horenstraat, de Adrianastraat, de Houtwerf enzovoorts. Dat zijn dus echt Bokselaren en die worden nu allemaal wat ouder en die komen hier nu te wonen. En dat is natuurlijk het mooie van dit project. Ze kunnen, zoals wij dat wel eens zeggen, hun wooncarrière doorzetten in Boksel, waar ze heel veel mensen kennen, waar ze ook de weg heel goed kennen en waarbij ze dus niet helemaal opnieuw hoeven te beginnen. Nou, dat is het mooie van dit project en we zijn dus ook heel blij dat het hier vandaag opgeleverd wordt en binnen nu en ongeveer 2-3 weken toch ook ingericht zal gaan worden en dan zullen onze cliënten hier komen wonen. Ja, als wethouder van de gemeente Boksel is het natuurlijk keileuk om bij zo'n opening te zijn. Maar de meeste lol aan dit soort feestjes zijn volgens mij de mensen die hier mogen komen wonen. Het is een project wat een lange voorgeschiedenis kent. De oplevering van dit project
is het derde in de fase, in vijf fases. Dus er komen er nog twee. Maar wel het belangrijke kenmerk is dat het ook in een groene omgeving plaatsvindt. Ja, lekker je hand. 1, 2, ja. Applaus. Hey, daar heb je helemaal voor gezorgd, Sonja. Leuk, hè? Ik wil als laatste nog even vragen om samen het glas te heffen en een toast uit te brengen op het succes van dit project. Santé allemaal. Ja, Inge, communicatieadviseur bij Woonstichting Sint-Josef. Hoe trots ben jij op dit project? Ja, dit is fantastisch. Dit is denk ik wel een van onze mooiste projecten sowieso tijdens mijn loopbaan bij Sint-Josef. Mm-hmm. Maar het is hartstikke uniek. Het is groot, er zit alles in. Het is qua ontwerp natuurlijk heel erg origineel. Mm-hmm. Ja, prachtig. Ik heb er geen andere woorden voor. Heel erg mooi. Ja. De verschillende woonvormen met name. Ik hoorde, meen ik, op de film 14 eenheden voor, wooneenheden voor 14 bewoners van Cello. Unieke combinatie, lijkt mij. Ja. Ja, het mogen duidelijk zijn dat jullie daar groot voorstander van zijn. Wonen zij daar inmiddels nu al? Hebben ze de woonruimte al betrokken, dat je weet? Ik weet niet wanneer de exacte verhuisdatum is, maar dat zal echt niet lang duren. Misschien zitten ze er zelfs al. Mm-hmm. Het is in ieder geval wel voor ons een hele belangrijke doelgroep die wij sowieso graag willen huisvesten. Ja. En we doen het ook bij heel veel andere projecten. We doen het ook bij Brakband, waar voorheen de oude Brakbandhavo stond. Ja. Zijn we nu aan het bouwen en daar komen 18 eenheden ook weer voor bewoners van Cello. Mm-hmm. Dus dat is een van onze belangrijkste doelgroepen, ook naast mensen met een smalle beurs, de mensen die wat kwetsbaarder zijn. Ja, want leg eens uit waarom dat voor jullie zo belangrijk is. Omdat wij huisvesters zijn, wij zijn goed in het beheren en het onderhouden van woningen. En juist de combinatie met Cello, mensen die dus niet echt makkelijk zelf in huisvesting kunnen voorzien, mm-hmm. die krijgen begeleiding vanuit Cello die de zorg levert. Ja. En dan is het natuurlijk heel makkelijk en heel logisch dat wij daarbij aanhaken als leverancier van huisvesting. Ja. En dan in zo'n prachtig complex. Ondertussen kunnen mensen thuis ook kijken naar de barbecue. Hè? Want er moest natuurlijk ook feestelijk geopend worden. We zien ook nog wat beelden van Prinsenhof. Misschien dat jij even nog wat kunt aangeven. Missen we nog iets wat heel belangrijk is? Nee. Ja, dit is het terrein wat je net zag. Wat natuurlijk fase 4 en 5 moet worden. Ja. Want hoe staat het daarmee? Dat ligt natuurlijk bij Hurx. Ja, Zij zijn degene die samen met de gemeente het originele plan hebben opgesteld. Waarbij het uit 5 verschillende fases bestond. In eerste instantie zelfs alleen maar koopwoningen. Gelukkig hebben we met de toenmalige wethouder kunnen afspreken van nou, het is toch verstandig als daar wat huur bij komt om de verhouding koop- en huurwoningen in Bokstel aan te houden. Fase 4 en 5, ja, de huidige koopmarkt is natuurlijk niet heel sterk. Mm-hmm. Ja, dus even afvragen. Als je echt een antwoord wil hebben op die vraag, dan zou ik zeggen, ja, dan moet je echt aan Hurks vragen. Ja. Want wij staan daar nu helemaal buiten. Mm-hmm. Ah, we zijn weer live in beeld. Ik zat te genieten van het filmpje ondertussen. Prinsenhof, ja, duurzaamheid is een van jullie 4 pijlers, heb ik gelezen uit jullie ondernemingsplan. Hoe heeft zich dat vertaald in Prinsenhof? Hoe heeft zich dat vertaald in Prinsenhof? Dat is een hele goede vraag. Ja, in ieder geval met sowieso natuurlijk de materialen die gebruikt zijn. Mm-hmm. Maar heel Prinsenland rust ook op een zogenaamde koude warmtesysteem. Ja. Het is denk ik te technisch om daar helemaal op in te gaan. Nou Inge, we hebben een klein filmpje. Nou, dat laten we even zien, want het is heel leuk voor de mensen thuis. Er zit natuurlijk heel veel onder de grond. Ja. Ja, filmpje over KWO, wat jij noemde, wat onder heel Prinsenland zeg maar gebouwd is in het kader van de duurzaamheid. Dan wacht af. En niet alleen bij Prinsenland. Okay. Het koude- en warmteopslagsysteem is opgebouwd uit een warme en een koude bron om energie in op te slaan. Een warmtewisselaar met warmtepomp om de energie uit de bronnen bruikbaar te maken voor het afgiftesysteem. En een afgiftesysteem, zoals vloerverwarming, om het gebouw comfortabel te koelen en te verwarmen. Zomersituatie. In de zomer wordt koud water van ongeveer 7 graden aan de bodem onttrokken.
In het grondwatercircuit wordt de koude uit het water via de warmtewisselaar overgedragen naar het gebouwzijdige circuit. Het water verlaat de wisselaar met een temperatuur van ongeveer 15 graden richting warme bron. In het gebouwzijdige circuit komt het door het gebouw opgewarmde water van ongeveer 22 graden door de warmtewisselaar en wordt daar gekoeld naar ongeveer 17 graden. Met dit water wordt het gebouw gekoeld. Een warmtepomp, ingezet als koelmachine of losse koelmachine, kan zorgen voor extra koelcapaciteit. Wintersituatie. In de zomer wordt warmte opgeslagen en in de winter uit de bodem gehaald. De temperatuur van de warme bron bedraagt ongeveer 15 graden. In het grondwatercircuit wordt de warmte uit het water via de warmtewisselaar overgedragen naar het gebouwzijdige circuit en verlaat het water de wisselaar met een temperatuur van ongeveer 7 graden richting de koude bron. In het gebouwzijdige circuit komt het afgekoelde water uit het systeem via de warmtewisselaar en wordt hier tot ongeveer 15 graden opgewarmd om vervolgens door de warmtepomp of de ketel verder te worden verwarmd tot ongeveer 40 graden. Daarna wordt het water als warm medium in het gebouw rondgepompt voor verwarming. Ja, dat is het voordeel van internet tegenwoordig. Ja. Hè? Dan hoef je niet alles technisch met woorden uit te leggen. Beelden spreken voor zich. Bijzonder dat dit helemaal geïntegreerd is. Betekent dat dat daardoor ook, hele simpele vraag, de prijzen veel heel duur zijn om daar te wonen? Nee hoor, nee, dat hoog heeft niks. Zijn? Nee, de manier hoe daar energie geleverd wordt, dat staat helemaal los van een huurprijs. Oké, okay. Ja. Want dit las ik is een initiatief van Brabant Water, hè? Het bedrijf dat dit gedaan heeft, Hydreco, las ik. Ja, ja, het is een apart bedrijf dat het heeft opgezet. Mm-hmm. En je moet je voorstellen dat het hele terrein van Prinsenland maakt er gebruik van. Ja. Maar het is ook wel doorgetrokken naar de overkant van de weg. Want bijvoorbeeld een ander complex van ons Vinkenrode, wat we vorig jaar hebben opgeleverd, dat maakt er ook gebruik van. Oh, geweldig. Ja. Kijk, dat wisten we allemaal niet. Nee, en het is voor mensen die in de woningen zitten, is het vaak wel wat lastiger. Want? Het is namelijk, we zijn gewend, als jij de verwarming wat opendraait, dat die dan ook meteen warmer wordt. Bij dit systeem, dat vraagt een wat andere handeling. Je kan hem lager zetten, alleen is het dan niet zo dat het dan ook meteen wat warmer of wat kouder wordt. Daar gaat wel even wat tijd overheen. Okay. Ik geloof dat ze zeggen 1 graad erbij of eraf in een uur. Oké. Okay. Nou goed, maar dan is het een kwestie van wennen voor de mensen, uitproberen of alles loopt. Ja, de reacties van de bewoners. De meeste appartementen zijn allemaal bewoond, hè? Dat weet je wel. Cello was nog eventjes onduidelijk. Fase 4 en 5 gaf je aan, nou, dat ligt bij Hurks. Ja. Maar jullie gaan dat weer kopen, neem ik aan. Of ga ik nou heel snel voor mijn beurt? Ik denk niet dat wij dat gaan kopen. Nee, want dat was met dit toch wel, hè? Jullie hebben toch Prinsenhof gekocht? Wij hebben het afgenomen. Ja, oké. Ja. Maar er zijn nog steeds woningen te huur. Toevallig zijn er vandaag op onze website weer woningen direct te huur gekomen. Oké. Okay. Ik weet dat mijn buurvrouw nog een woning doet. Dus nou, en die kan er meteen mooi in werken, maar dat wel meteen. En er zijn nog steeds een paar woningen ook nog te koop. Ja. Via Nijhuismakelaars, maar het is nog steeds niet helemaal bewoond. Oh, oké. Okay. Nou, dus voor degene die wil en nu enthousiast is geraakt. Ja, even tot zover. De bijzondere opening van Prinsenhof. Dankjewel, Inge. Ik zou zeggen, klets gewoon lekker mee, want we hebben twee bijzondere gasten ook naast jou zitten. Want over gebouwen gesproken, ja, Jean-Louis, ik mag hem weer zeggen, die mooie naam. De gebouwen moeten ook beheerd worden. Daar weet Inge natuurlijk alles van. En in Liende, het sportcomplex, zoals ik het maar even noem, maar het is vast veel meer, is Jean-Louis nieuwe beheerder. En hij zei net, en dat vond ik hartstikke leuk, jeetje zeg, ik probeer al jaren door te breken als muzikant. En nou ben ik net een week bij wijze van spreken beheerder en ik kan al op tv en ik sta in de krant. Nou, dat moet je gaan combineren, Jean-Louis, dat zie je, hè. Ja, nieuwe beheerder van PS10 in Liende. Een behoorlijke uitdaging en een zeker niet alledaagse beroep. Nee. Wij gaan ook met jou even een rondje meelopen door het gebouw van Piers. Want er was een symbolische sleuteloverdracht naar jou van de vorige beheerder. Ja, dit is dan de grote vergaderruimte. Hier kan iedereen die wil vergaderen, wat voor vergadering dan ook. Plus het ook nog eens de EHBO hier gebruik van maakt. En de kampen die zitten hier dan ook altijd te eten of te slapen, dat ligt er aan een grote kamp is. Dit is dan de kleine vergaderruimte, dus op het moment is nog, nog van toen de schoongemaakt is hier. Nou, hier hebben we de gymzaal. Hier zit eigenlijk ook alles in. Dat begint s'avonds met jas,
jong actief sportief. En ja, daarna hebben we stijldansen, we hebben de VOP, gymclub. We hebben overdag naar badminton en de KBO erin zitten. En vrijdagavond zit Aikido erin, dus een verdedigingssport. Hier wordt in de showzaal wordt heel veel gedanst. We hebben hier steps, pilates, streetdance, mix zit hier. Natural dance, schietclub, alles zit hier. Er wordt ook wel vergaderd, maar dat zijn dan meer grote vergaderen die beneden te klein is. Plus dat hier dan de kamp ook slapen. Hier is het grote gebeuren, hè? Hier gebeurt eigenlijk alles, zeg maar. En stel ik het winterseizoen begint, dan zit hij helemaal vol, van morgens vroeg tot 's avonds laat. Dan is het voetballen, korfballen, handballen, hockeyen, we hebben nog meer, KPJ, ik weet het allemaal niet, badminton, volleyen. Ja. Heb ik wel zo'n beetje gehad. Onze kantine. Onze kantine. Hier is het... Het avondverblijf van de sporters, zeg maar. De opstelling van de vluchtschietvereniging Boksel. En die wordt in de showzaal opgesteld op vrijdagavond. En dan schieten ze van 8:30 tot 10:30. Dus, dit gedeelte is de kogelvangers. En daarachter staan de tafels. Daar zitten de motortjes op. En er komt dan een touw gespannen vanaf de kogelvanger tot aan dat motortje. En dan hoef je maar op een knopje te drukken en dan komt jouw schijfje naar voren. Dan kun je kijken of je goed geschoten hebt, ja of nee. Heb je het niet goed geschoten, dan moet je terug, want het moet wel beter. Nou, hier hebben ze de douches. Die hebben ze een paar jaar geleden de douches aangepast. Want het blijkt dus dat de mensen steeds langer worden. Want je ziet ook hier links de pin, die roest vrij staal. Je hebt ze een paar jaar geleden bovenop gezet, daar waren douches te kort. Er stonden de mensen met het hoofd naast de douche. Een bordje defibrillator begint dus vanuit de sporthal. Dan gaan we daar mooi even naartoe lopen. Dan heb je rechts om de hoek is de EHBO-doos. En daar links ligt de defibrillator. Neer. Hoppa. En dan gaat die. Jean-Louis? Ja. Mijn tijd zit erop. Dus ik krijg jouw sleutels. Jouw tijd begint. Succes ermee. Dankjewel. Jij hebt succes met je mooie dagen die te komen. Ja. Die komen er, dat weet ik zeker. Mooi. Mooie tijden die komen er, hè? Hoorde we Jean-Louis. Ja, voor hem. Voor hem. Mij, hopelijk ook. Precies, daar willen we het natuurlijk over gaan hebben. Pius werd in 1956, heb ik opgezocht, geschonken door Harry van Houten aan de katholieke jeugd. Ja. In 1981 de sporthal, hè, erbij. Werd gebouwd, ja. Huurder is, eigendom is de gemeente en de huurder is Stichting Jeugdbelangen Liemne. Ja, klopt. Klopt, en die hebben jou aangenomen. Daar werk ik voor de stichting, zeg maar, ja. Ja, hoe kom je aan zo'n baan? Ik heb via een vriend van mij, die toen de advertentie uitkwam, daar heb ik meteen van, omdat ik had al voor een beetje gevraagd van als je iets hoort over conciërge of zo'n baan, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Mm. En beheerder vind ik ook, dat heeft iets mee te maken met sport, dat vind ik ook sport kei leuk. Ja, want je bent ook spinningleraar, zeg ik dat goed? Ook, dat doe ik ook wel bij, ja. En, nog meer de sport? Nou, sport, dat doe ik wel heel veel, wielrennen. Oh. Dat doe ik ook wat fitness, ook nog eens. Dat doe ik spinning, hardlopen, tennissen. Nou, jeetje. Een beetje van alles probeer ik te doen, maar vooral fietsen. Dat is mijn sport. Maar in ieder geval heb ik gehoord van, voor die banen, dat is eigenlijk Erik Putmans uit Liemt. Die heeft mij die advertentie laten zien en die zei van ja, misschien is het iets voor jou. Ja. Dus dezelfde dag heb ik gewoon gesolliciteerd. En na 2 of 3 dagen, ja, zoiets, werd ik uitgenodigd. Leuk. Ja. Ik zeg wel leuk, maar er komt heel veel bekijken, Jean-Louis, want er staat een beheerderswoning naast. Ja, klopt. En ik kom daar heel vaak langs en dan denk ik, oh, want nou is het de bedoeling dat jij daar met je hele jonge gezin gaat wonen. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar het is een hartstikke klein huis. Zijn. Nou, een kleine. Ja, toch? Of? Nee, van binnen valt er reuze mee. Valt er reuze mee, serieus. Oh. Het is gewoon, het is inderdaad, de lijf van buiten wel klein. Dat dacht ik, had ik ook het gevoel. Ja, ja. Maar toen ik het zag voor het eerst, Stef en Annelies woonden nog wel daar. En dan met meubels en alles. En dat valt er reuze mee. Mm-hmm. Grote keuken. Oké.
Dus het is wel te doen, hoor. Ja, nou, we komen zo even op dat huis terug. Het belangrijkste is natuurlijk de doelen. Je valt onder Stichting Jeugdbelangen Liemde. Ja. Hoeveel vrijheid heb jij om als beheerder dingen aan te pakken? Want ik las sowieso, hè, dat vindt ook het bestuur, dat bijvoorbeeld het ventilatiesysteem... De sportzaal zagen we is enkel glas nog. Klopt. Tocht, noem maar op. Ja. Eigendom van de gemeente. En de gemeente is volgens mij degene die dat op moet knappen. Of zie ik dat verkeerd? Dat is eigenlijk, zou het eigenlijk zo moeten zijn. Dat is een onderwerp wat jou ook al over spreken. Ja, ik kan misschien meehelpen. Zelf. Ja. Nou, jullie dan. Maar in ieder geval, ja, zou misschien de gemeente, of ik denk de gemeente zou dat moeten doen. Maar zover weet ik ook niet. Maar de pand is van hun. Ja. Dus net als ventilatie zou echt nodig zijn. Ja. Maar die zijn wat ouder geur, die blijft in de pand. Dan de mensen van het jaar en die de kinderen daar naartoe komen, dan zijn ze niet zo blij mee, eerlijk gezegd. Mijn dochter gaat het ook. En dan vaak als ze terugkomen, inderdaad, er is een bepaalde muffe geur. Een muffe geur. En, maar dan zou eigenlijk, denk ik, de gemeente daar iets van moeten doen. Ja. Iets van maken. Jij gaat als beheerder, is jouw doel om, en je bent ontzettend enthousiast. Dat gaat gewoon, dat gaat zich lonen natuurlijk. Ja, ja, dat hoop ik. Wat zijn jouw plannen? Wat wil je? Sowieso al van tevoren eerste jaar gewoon doorbrengen, gewoon op een goede manier. Mm-hmm. Wat ik hoor van de oude beheerder, dat het er is in de winter vanaf half oktober tot met maart, april, het is heel druk. Al die verenigingen die er buiten kunnen sporten, komen ze naar binnen. Ja. Dus hockey... voetbal sowieso. En dan, dus dat wordt veel drukker dan de gewone tijd, zeg ik maar. Net als nu. Ja. We hebben wat vaste verenigingen. En dan in dezelfde tijd, ja, daar moet ik gewoon proberen doorheen te krijgen, te gaan. En dan dat gaat me lukken, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, ik heb gewoon al goede hulp. De Margarethe, de vrijwilliger en sowieso Annelies van de vrouw van, ja, van Stef. Die blijven met mij werken. Gewoon gaan we samen nog werken. Ze moet nog 2 of 2,5 jaar gaan. Dus ik heb hun hulp heel hard nodig. Ja. En ja, en nog dan. Wel. Ja. Dus ik denk dat het. Ik ga mijn best doen om alles te leren. Daarna, er zijn wel plannetjes. Ik heb al mensen die links en rechts mij al dingen vragen. Ja. En ik ben wel. Ja, ik luister alles dan, en ja, ik probeer gewoon. Ja, en ik prachtig. Denk dat ik best wel vrije kaart heb om wat dingen te laten gebeuren, ja, daar. Van de stichting dan, ja, hè, denk ik. Daar hebben ze mij wel daarvoor een beetje voor gevraagd. Ja, heel mooi. Ja. Nu las ik, weet niet of het vanochtend was of gisteren, dat, doet er even ook niet toe, het college vond, of het, ja, in de gemeente vond het college volgens mij, als ik het goed heb, dat de sporthal De Braken, ja, hoeft eigenlijk, zou ook best gewoon niet meer als sportcomplex. Dat klopt. Want er is er een dus in Liemde en je hebt sporthal De Bommel. Ja. Maar ik hoorde Stef net zeggen dat in de winter dat het nokkie vol zit. Ja, is het ook. Hoe zie jij dat? Je hebt vast de krant gelezen. Ik heb de krant gelezen inderdaad, maar verder weet ik verder niet veel meer van. Niet zo veel meer. Alleen maar dat ik weet dat de Braken zou eigenlijk stoppen, verkort worden. Daar willen ze daar verkopen. Daar krijgen ze geen beheerder gevonden. Nee, dat klopt. Dat zijn geen kopers sowieso ook niet. Ook niet, ja, dat is belangrijk. En dan, ja, daarom. En dan wat de mensen uit de Boksel omgeving zouden naar ons toe komen, naar de Dommel ook, zeg het maar. Daar heb ik ook wel van gelezen. Maar ja, tot hoever kunnen we de mensen ontvangen daar? Moet je naar kijken. Met de drukte van onze winter, ik wou zeggen hiver. Ja, dat is Frans. Ja. In de winterperiode, dan, ik zou zeggen, van, dat weet ik nog niet. Ik kan nog niet aangeven wat mogelijk is of niet. Ja. Dan moet ik nog kijken. Nou, officieel moeten wij stoppen, maar dat doe ik niet. Want ik heb nog een hele belangrijke vraag, Jean-Louis. Want ik ben dan moeder. We hebben een gezinnetje, we hebben ook dieren. Jonge kinderen, nou, wij één dan. Jij moet in dat huisje gaan wonen. En de mensen in Liemde weten dat het huisje, en dat is helemaal uit eigen koker dat ik dit op tafel gooi. Jij moet er met je gezinnetje gaan wonen, ja, maar dat kan eigenlijk nog lang niet. Nou, toch? Hopelijk zo lang nog niet meer. Omdat we hebben pas geleden nog vorige week gehoord dat de gemeente zou wel renoveren. Ah, geweldig. Juist. Het is gewoon, we zijn heel blij. Wanneer en wat, dat weten wij nog niet. Maar dat gaat gebeuren. Het is gewoon blijkbaar afgesproken. Dus dat moet gewoon van, en zometeen dat het gebeurd is, gelukkig. Ik even graag daar gaan wonen. Omdat om te werken, om de werk goed te kunnen doen, ja, dan voor de vereniging om aanwezig te zijn. Dat is wel veel beter om daar ter plekke te kunnen zijn. Ja, want je hebt dus ook s'avonds je groepen en je clubs die er zijn. Je moet openen, je moet sluiten. Ja, je moet, als er iets is, moet jij in kunnen springen. Ja. Maar dan is het inderdaad wel van belang dat je met je gezin ook gezond en netjes en goed kunt wonen. Juist. Heeft het alles in het belang van de beheerder. Maar dat gaat lukken. Dus dat zijn de ik goede berichten. Ik hoop het dat de gemeente heeft gezegd gewoon dat het zal gebeuren. Dus ik wacht even af. Maar ik hoop het wel. Super. Ja.
Nou, heel erg dankjewel, Jean-Louis. Blijf ook leuk zitten, want misschien moet je nog wel een leuke sculptuur op je muur. Ja, dat zo meteen van maken. Geldt toch ook voor Prinshof? Ja, we hebben het allemaal al over gehad. Ja, helemaal goed. Het is altijd leuk hier aan tafel. Ja. Heel belangrijk. Ja, want ik wil u heel graag gaan verrassen thuis. We hebben het over gehad over de gebouwen, het bouwen, het beheren. Maar ja, als je eenmaal een pand hebt en je moet erin gaan trekken, dan moet er ook iets leuks op je muur. Nou, zo simpel als ik het nu zeg, is het zeker niet. Lonneke van der Meijden zorgt voor sculptuur op je muur. En ja, ook daar hebben we prachtige beelden van. Kijkt u met me mee naar haar mooie werk. We zijn hier bij Eetcafé de Tempelu, Bokstol. Mij werd gevraagd hier iets op de muur te maken met een religieus tintje. Maar meer met een knipoog. Dus nou, ik hou zelf van planten en bloemvormen. Dus ik heb gekozen om iets paradijselijks te maken. En dus iets met Adam en Eva en de boom en de appel en de slang. Ik begin dus altijd met een schets. Ik kwam er al snel op uit dat het me leuk leek om dus Adam en Eva wel uit te beelden, maar niet zo letterlijk. Omdat het ten eerste moet het niet te lang duren hier, omdat het een café is en er komen mensen, dus binnen een week moet het wel klaar zijn. En ik vond het ook interessanter, want dan kunnen mensen er zelf nog een beetje een verhaal bij maken. In plaats van dat je gewoon twee naakte figuren voor je hebt. Ik heb hier onder de naam van God staan, JHWH, dus in het Hebreeuws. En daaruit ontstaat een boom, de kennisboom. Daaruit groeit ook een manfiguur en een vrouwfiguur. Nou, de slang zit erin verwerkt met de appel. Deze tekening scan ik in en die projecteer ik dan op de muur met een projector. En dit ga ik nou driedimensionaal op de muur maken. Ik breng nu het gips aan. Binnen de lijntjes die ik zelf heb getekend. Maar nu moet ik zelf nog bedenken natuurlijk op welke plekken het dik en dunner moet worden. En dat doe ik dan altijd een beetje op gevoel. We zijn hier bij bureau Psyche in Bokstol. Mij werd gevraagd om hier de wachtkamer in te richten en iets leuks met deze muur te doen. Ik heb gekozen voor de kleuren groen en blauw. Dat zijn de kleuren van de huisstijl van bureau Psyche. En ik vond ik vind blauw en groen ook rustgevende kleuren. En daarom vond ik het wel passen in een wachtkamer. Maar omdat er veel kinderen komen hier en een wachtkamer vaak niet zo gezellig is, dacht ik maak er iets vrolijks van. En ook iets met planten, maar iets met groei. Omdat mensen hier ook komen om te groeien. Wat ik een leuk detail vind, is dit. Die twee handen die elkaar vasthouden. Ik vind het een mooi symbool voor waar bureau Psyche voor staat. Namelijk dat, ja, het helpende. De een helpt de ander die niet zo goed mee kan komen op dat moment. Ik vind het werkelijk prachtig, prachtig om te zien, Lonneke. Een jaar geleden toen jij, dat is een jaar of langer alweer geleden. Ja, waar kwamen wij kwam ik jou daar toevallig. Ik zag jou aan het werk en de deur was open. Het was in de zomer. En toen dacht ik, daar wil ik wat mee. Ja, het heeft even geduurd, maar je zit er. Ja, ik zit er. Ja, echt prachtig werk. Je ziet het niet veel. Wat voor opleiding heb je, wat heb jij als opleiding zeg maar gedaan? Lucas? Of, Ja, Sint-Lucas. Ik heb grafische vormgeving gedaan. En ja, dat is eigenlijk wel iets anders. Het is ook vormgeven, maar ik heb daar een hele tijd niks mee gedaan. Mm-hmm. Niks creatiefs ook eigenlijk. En ik begon een beetje te borrelen natuurlijk. En ik ben heel blij dat ik dit nou doe. Maar ik wilde eigenlijk een muurschildering maken. En ik wilde iets met schaduwen doen en met licht. En toen dacht ik dat het wel makkelijk zou zijn eigenlijk, als ik het dik op de muur al zou aanbrengen. Want als je er dan een goede spot op zet, dan krijg je dus die schaduwwerking vanzelf al. En hij klopt en hij is natuurlijk. En toen ben jij met gips begonnen? Met gips, ja. Eerst met modelgips, maar dat droogt veel te snel. En toen zei mijn vriend dat je met gips waar stukken doors mee werken ook dat kan doen. En een paar soorten gips uitgeprobeerd. En
ja, het werkt. Ja, prachtig. Het blijft hangen aan de muur. Dus. Ja, prachtig. We hebben een aantal foto's van jou gekregen. Ja. Zodat we een beetje thuis ook kunnen zien hoe het zich opbouwt. Zodat ik een hele mooi eindresultaat bij. We gaan eens even kijken of we die mogen zien. Mag jij vertellen, Lonneke? Want met name het proces. Ja. Oh ja, dit was bij Tommy en Os. Die heeft veel in Mexico gereisd en Zuid-Amerika. Mm-hmm. Die wilde een Maria op zijn muur. Een Maria de Guadalupe met bloemen, met rozen eromheen. Veel kleur. Ze gaan even door elkaar heen, maar dat maakt niet uit. Dit is een psyche die we net zagen. Ja, dat was dus de eerste. Ja, en dan zeg jij, ik hoor jou op het filmpje zeggen... ik moet binnen de lijntjes blijven. Nou, het is echt vakwerk. Maar ik vind dat heel erg knap dat jij... jouw hele patroon nog ziet, zeg maar, als je er dichtop staat. Ja, maar op de muur, dan, als het er eenmaal op zit, ziet het er toch weer heel anders uit dan op de tekening. Dus dan blijf je toch weer helemaal veranderen en aanpassen. Daar hou je ook rekening mee, neem ik aan. Ja. Oh, we gaan heel snel. Dit is het eindresultaat. Oh, ja, dit is dus die Maria geworden, in zijn huiskamer. Prachtig, hè? Hij vond het niet te fel. Ik wel, maar... Oh, ik vind het prachtig, hij is wel leuk geworden. Jee, die bloemen liggen er ook echt op, hè? Ja. Ja, dat kun je voelen. Mooi. Ja. Weer de Maria. Nou, weet ik niet of we die foto al voorbij hebben zien komen... als ik hem bij me heb met de handen, detail. Die vond ik ook zo prachtig. Oh, ja. Maar ja, ondertussen zit de techniek mee te kijken... want je bent nu met de neus bezig. Ja, ja, het gezicht was het meeste werk. Nee. Oké, verder geen detail. Nee, met stofkapje? Ja, er komt nogal wat stof vrij met het schuren. Dus, toch de gezondheid natuurlijk. Veel geen stoflongen. Nee, dat snap ik. Nou, dat is werkelijk prachtig. Je bent nu bezig bij Le Temps Perdu. Ja. Ja, iedereen denk ik weet wel dat jij de dochter bent, van Joep. Ja, en de zus van. En de zus van. Mijn broertje heeft de kroeg dus overgenomen. En dus ik ga daar nou iets maken op het podium. Ze hadden al een jaar lang een kale, lege muur, dus dat kwam heel goed uit. Hartstikke mooi. Ja. En nou zit ik te denken, zo in zo'n kroeg en dan een gips. Is dat allemaal een beetje stootvast en kan al wijn en bier en tegenaan? En kunnen ze het met een hoge drugsvrije te reinigen? Onzin, maar... Ja, dat weet ik zelf ook nog even uitproberen. Het zal vast een coating voor zijn, of niet? Ja, misschien maken we wel iets wat we er tegenaan kunnen hangen of zetten... als het heel druk wordt of zo, dat het dan beschermd is. Ja. En ik kan met afwasbare verf werken. Okay. Lak, vernis. Ja. Ik probeer wel wat uit, dat het wel tegen een stootje kan. Dus is eigenlijk sculptuur op je muur is ontstaan door de wens om wat meer schaduw te krijgen in je werk, wat diepte. Ik vind dit hartstikke mooi. Je bent ook aan het ondernemen nu, neem ik aan. Hè? Ja, ja. Vertel eens. Ik heb een KVK-nummer nodig. Oké, dan kun je ondernemen, ja. Hè? Ja. Nou, je zit naast Inge Huisnam van Ja, dat gaan we laten doen. Pius Team moet ook helemaal hot worden. Ja. Nou, zo kun je in ieder geval beginnen. Heel bijzonder. Weet jij of dit... we zeggen gewoon hier dat het uniek is sowieso. Ik heb het nog niet eerder gezien. Wel vroeger aan de geest. Ja, het gaat al heel lang natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik weet het niet. Volgens mij in Nederland niet in ieder geval. Ik heb wel eens wat op internet gezien. Van een man die met modelgips volgens mij een soort landschappen maakte. Heel gedetailleerd, heel mooi ook. Yeah. En ik zag een jongen die, ik weet niet welk land het was, ik denk Engeland of zo. Die deed ook iets, een beetje wat erop leek in ieder geval. Yeah. Ik ben natuurlijk gaan zoeken van, heb ik het zelf bedacht? Ja, je weet dat nooit. Nee, je hebt nooit iets echt zelf bedacht. Nee, natuurlijk. Jij in jouw fase wel. Ja, ja. Ja. Dus, maar nee, ik weet het niet, in Nederland in ieder geval. Nou, laat het goed vastleggen, zou ik zeggen. Ja. Kan. Even over jouw talent en over jouw mogelijkheden. Je hebt naar cello zitten kijken, neem ik aan. Borrelt er dan bij jou al iets binnen van, dan zou ik... Ja, daar hebben we het net over Het moet niet, hè, maar het komt zo naar boven borrelen bij mij. Nee, maar bij ons is natuurlijk Prinshof al wel opgeleverd. Dus ik zit meer te denken aan toekomstige projecten. Ik vind het goed. Ik ook. Ja. Nee, maar het is echt bijzonder, vind ik, hè, om daar iets mee te doen. Muziek van Jean-Louis. Ja, gebouw heen. Nee. Oké. Nou, ik wens jou alle succes met sculptuur op je muur. Ik vind het heel bijzonder en ook heel erg leuk dat we het aan de mensen thuis hebben kunnen laten zien. Even iets heel anders. Ik weet helemaal niet of jullie er zin in hebben, maar 12 september gaan we naar de stembus. Dan kijken maar je drie mensen aan. Gaan jullie stemmen? Daar komen ze bij ons stemmen, bij de Piers. Oh, bij Piers, ja. Dus ik moet werken die dag. Ik kan wel stemmen, ja natuurlijk. Ja. Hoe is het met jullie? Ik vind het moeilijk dit jaar. Is het kiezen.
Als je overtuigd bent van je politieke partij, is het volgens mij niet zo moeilijk. Ben je dat? Ik hoef niet te weten wat, maar ben jij overtuigd? Ik weet wel wat ik ga stemmen. Ja? Ja. En Lonneke? Mijn stembiljet is weggegooid per ongeluk. Oh jee. Dus ik heb het losgelaten. Ja, ja, het losgelaten. Ja. Even niet druk, deze dus. Keer. Ja. Ja. Is dat niet een beetje een hele andere wereld dan als je lekker in je kunstwerk zit en je bent heerlijk bezig met energieën en met kleuren. En dan hebben we het over de verkiezingen op televisie, de praatjes. Want ja. Kijk jij daar überhaupt naar, Lonneke? Weinig. Ik heb ook geen tv. En ik wil me eigenlijk gewoon even concentreren hierop. En, ja. Even niet jouw ding. Heel even niet, nee. Ja. Maar ik kom wel weer terug in de maatschappij. Ja, dat is ook prima. Dat is ook prima, ja. Maar jouw keuze was duidelijk in Jean-Louis? Voor mij, ik heb nog geen keuze, nee. Wel een beetje, maar... En ik ben niet zo'n politiek echt bezig, zeg maar. Nee. Daar hou ik ook niet zoveel van. Nee. Ja, ik hou er persoonlijk ook niet zo van. Maar ik heb wel zoiets van, het is wel handig om mee te doen met stemmen. Ja, natuurlijk. Is het ook wel. Als die verloren gaat. Ja, is het. Ja, dat klopt. Dat klopt. Je moet er dus wel iets van maken, iets mee doen. En waar doen, ga je op letten? Hoe ga jij jouw keuze bepalen? Misschien een hint voor iemand thuis die zwevend is? Ik denk, ik ga kijken vooral voor die ene partij die... Die voor de buitenlanden zijn, een grapje. Met Frankrijk, hè? Ja. Wel heel veel met sociale dingen. Sociaal. Dat, sowieso, ja. Ja. Heel erg zelfs. En wat is voor jou een belangrijk item? Nou ja, daar sluit ik me absoluut bij aan. Ja. Ook het sociale aspect. Ja. Ik ben benieuwd. Ik heb de stemwijzer ingevuld, maar ik ga hem nog een keer doen. Want ik was een beetje onthutst door de uitslag. Vast iets niet goed gegaan met de stellingen. Nou, dames en heren, dit was Dommeland Live van woensdagavond 5 september alweer. Mijn gasten, onwijs bedankt dat jullie er waren. En succes met al jullie prachtige activiteiten. U thuis, dankjewel voor het kijken. Speciaal woord van dank vanavond voor Jacqueline van der Heuvel uit Boksel. Want we hebben visagie waar we heel erg blij mee zijn. En dank voor het kijken. We zijn er over 2 weken weer. Fijne avond nog. We'll be right back.